Danny Noppert, voor eigen publiek, maar wat was dit hard werken zeg. Ja, zeker. We spelen net als vorige keer wat we tegen elkaar speelden, echt gewoon beide echt een belabberde partij. En uiteindelijk wel weer gewonnen. En die laatste oerkreet die ik dan met die laatste pijl. Ik scheurde een beetje. Ja, ik weet niet wat hier op het met mijn rug gebeurde, maar nu voelt het wel weer relaxed. Maar ik dacht even van ik scheur alles. Kapot, maar nee. Komt dit echt omdat het publiek dan achter je staat? Je hebt veel familie, vrienden, wat voor jou heel belangrijk is, dat die er dan toch bij zijn? Ja, tuurlijk. Je probeert zoveel te geven en ik was echt niet, ik zat er echt niet lekker in deze wedstrijd. Maar ik heb gewonnen, dat is het belangrijkste. Hoe ga je het nu aanpakken voor vanavond? Humphries of Gilding staat jou te wachten? Natuurlijk beide goede spelers en... Gewoon weer focussen voor vanavond. Even lekker eten. Even rustig aan. Acclimatiseren. En dan gewoon weer even een kopje leeg. Want het kopje zit wel overvol nu op het moment natuurlijk. Is het voor jou lastig om richting het eind van de middag te spelen? Omdat je dan meteen s'avonds de laatste partij. Dan gaat het heel snel achter elkaar door. Of maakt het jou niet heel veel uit? Nou, ik heb er altijd wel moeite mee om voor twee wedstrijden voor te bereiden eigenlijk. En nu heb ik deze gewonnen. Nu moet ik weer focussen voor de volgende wedstrijd. Dat vind ik altijd wel een beetje lastig, want je moet je gewoon twee keer focussen of drie keer. Als niet, maar dan is het iets korter op elkaar. Nu is de pauze er. Maar het is wat het is. En ik laat het op afkomen. Ik heb eerder finale hier gespeeld, finale op Eurotour gespeeld. Dus ik laat alles op afkomen. Je zegt dat je het moeilijk vindt, maar als we kijken naar je voorgaande resultaten, UK Open heel veel opnieuw focussen, World Series Finals heel veel opnieuw focussen, Players Championship Finals opnieuw focussen. Het is misschien wel een iets onderliggende kwaliteit, wat je zelf misschien nog niet helemaal ziet. Ik vind het soms wel moeilijk eigenlijk om voor meerdere wedstrijden te focussen, want ik ben niet een hele snelle speler. Ik ben altijd wel een geconcentreerde speler en ik moet echt zo'n op en top focus zijn. En Dat maakt het voor mij iets moeilijker, denk ik, om voor meerdere wedstrijden op te laden. Maar we're going all the way. Succes vanavond, Danny. Dank je wel.